Bij sommige dingen zie je dat ook heel erg moeilijk. Hoe bedoel je vandaag? Wat ga je doen vandaag? Aardrijkskunde. Er is veel spanning. Ik ben er wel goed in, dus dat maakt niet uit. Ligt er nog spiekbriefjes in? Nee, dat durf ik niet aan. Er komt er nog eentje binnen. Op tijd zijn de jochie. Ja, dat zijn de landen. Hier ook? Ja. Maar hoe weet je al dat je dit moet weten straks? Dat is Indonesië ons hoofdthema. Dus met een 6e ben jij tevreden? Ja, zeker. Ga je nou nog leren? Nee. Maar we gaan even kijken van, er staan een paar namen heel onduidelijk. Dus even kijken of je die moet weten. En hoe heb je je voorbereid? Goed examensgeoefend en goed opgelet in de les. Het moet goed komen. De eerste reactie? Ik vond het meevallen, ja. Waar ging het over, het examen? Over de hele wereld. Over platentectoniek en... Ik heb geen idee. Ik hoop een voldoende. Ja, ik denk net voldoende. Ja. 6,5, 7. Nee, heel lager. Het was voor mijn doen wat het makkelijk was, ja? Ik zelf. Maar je bent heel slim? Nee, dat niet. niet arrogant overkomen. Ik ben er wel goed in, dus dat maakt niet uit. Kijk hier, die eerste was het even kijken, dat is de tijd ruimte ding. En dat is de link bij Frank en die wist ik niet. Welke is dat? Ja, goed voorbereid, veel met examenbundel geoefend. Vooral begrippen goed geleerd en alles echt duidelijk, altijd leerzaam. Ja. Nou, je moest het ook zeggen van hem, toch? Nee. Het is altijd fijn om te merken dat datgene wat je behandeld hebt, dat ook in het examen terugkomt. En echt opvallende dingen waar je zegt van, nou hebben ze hele stukken van de theorie die ze moesten leren laten liggen. Dat kan ik niet echt zeggen. Het examen is gemaakt, iedereen heeft het ingeleverd. En wat is nu de procedure? U gaat gelijk nakijken? Ik ga vanavond gelijk beginnen. Om 13:30 komt het correctiemodel en als ik het heb, dan ben ik gelijk bezig. Het wordt tot 2 keer nagekeken, toch? Is dat dan omdat u het niet goed doet? Of? Dat is controle. Stel je voor dat ik zou sjoemelen, dan is dat een kwestie van, dat wordt dan gecontroleerd en dat mag natuurlijk niet. Iedereen die moet dezelfde kansen hebben en dezelfde rechten. Wat hoop je hierna te gaan doen? Ik wil hierna de aardrijkskunde leraaropleiding gaan doen. Oh, hoe ging het? Ja, ging goed. Het was wel moeilijk, pittig, maar goed te doen. En je denkt als leraar altijd van, dit kunnen mijn leerlingen best maken. En als je dan aan het nakijken gaat, dan valt dat soms een klein beetje tegen. Maar wat mij betreft wachten we dat rustig af. Hey, en verder nog vandaag plannen? Weer gaan leren. Nee, morgen vrij. Oh ja, morgen zijn we vrij. Nou, ik ga van de zon genieten. Leren heb ik al het hele jaar gedaan, dus...